Oké, jongens, we gaan dadelijk dus leren hoe je een droom moet besturen. Rob, die kan natuurlijk al een droom besturen. We zijn een beetje met de intro, jongen, kom op. Oh, zei ik nat. Het is wel lekker schoon, hè? Ja, vriend, vraag me niet wat hier in deze auto is. Zelfs ik weet niet wat hierin is gebeurd. Wat iedereen dus niet weet is dat Rob, die kan al drone besturen, want die heeft zijn eigen drone. En ik heb net stiekem geoefend met Rob zijn drone, dus we hebben al een voorsprong. Jullie gaan het zo zien. Ja, we zijn uitgedaagd door Doritos om een challenge te doen. En ja, wat voor challenge weten we niet, maar er staat hier een doos in deze kamer. En wat zou er al toch in deze doos zitten? Hey, hoor. De drone. Hey Rob, dit is wel een compleet andere drone dan jij gewend bent, hè? Deze is peanuts, jongens. Ja, weet je dat heel zeker? Ja, kijk. Ziet er allemaal high-tech uit, hoor, zo'n ding. Nou, ik denk dat hij wel een beetje kerstbestendig is, hoor. Nou, jongens, hier moet je niet mee gaan crashen. Rob sloopt het weer. Dit is vooruit, achteruit. Ja. Ja. Ivo, je kijkt net alsof je kind in de speelgoedwinkel. Ja, opeens deed hij niet waar ik wou. Hij ging opeens. Op een gegeven moment deed ik weer terug. Weet je wel dat ik wou dat hij de andere kant op ging? Toen ging hij gewoon ram hard in de hoek, maat. Dat was helemaal niet eens de bedoeling. Zullen we eens even gaan kijken of hij het weer doet? Ja. Want je bent zo hard gecrashed. Ik ben wel benieuwd. Kunnen we niet even nog één keer de lucht in gooien? Oké, één ding is zeker. Rob die gaat vliegen tijdens de wedstrijd. Want jullie hebben het gezien. Ik bak er helemaal niks van. Kan je niet met ons met de wedstrijd even de snelheid iets hoger zetten? Ja, spelen. Rob die kan er wel aan. Die snelheid. Laten we maar eerst even kijken of we straks tijdens de wedstrijd niet gewoon al vliegen. Omdat we natuurlijk een fantastisch team zijn. Ja, inderdaad. En als we nou dat niet hebben, dan kunnen we altijd nog kijken hoe we het doen. Wij willen die extra snelheid hebben, ja, jongens. Mooi. Rob is dus nu echt aan het oefenen om via het scherm te kijken. En er zit wat vertraging in, dus dat gaat nog best lastig worden. Ja hoor, skills. Oké, jongens, ik heb net even goed kunnen oefenen. En als we hier door deze twee kasten heen kunnen vliegen, dan kunnen we ook al door dat parcours heen knallen. Dat denk ik ook wel. Rob, jongen, ik denk dat we gaan winnen. In principe, onze kansen, denk ik wel goed, toch? Ja, ik denk het ook wel. Wat ga je doen? We gaan Matty, die is daar aan het oefenen. We gaan even Matty eventjes plagen. Oké, net als in de cowboy tijden, 5 stappen en dan draaien ze zich om en dan mogen ze schieten. 3, 2, 1. Maar jullie zijn allebei neer. Wie heeft hem nou gewonnen? Wie heeft de meeste schade? Hey, onder en gewonnen! Hey, eronder en dan die salto erop. Ik deed wel een salto. Oké, dat was hij weer. Ik ben echt fucking slecht erin. Ik ga het gewoon niet doen. Ik laat het aan Rob over. Ik denk dat wel verstandig is. Ik denk dat we wel best goede kans hebben om te winnen. Denk je nou dat wij gaan winnen? Moet je even op het linkje in de beschrijving klikken. En dan moet je stemmen op ons op www.doritos.nl. En wie weet, win jij de drone wel die wij persoonlijk aan jou gaan overhandigen. En dan zien we jullie bij de volgende video. Bij de race, bij de battle. We'll be right back.